In deze video gaan we jullie laten zien hoe we een big band versie maken van de jingle van Radio Rijnmond. De hoofdversie hebben we al gemaakt, die is goedgekeurd door de klant en die klinkt zo. Radio Rijnmond. Bert, voor Rijnmond hebben we afgesproken dat we een big band versie zouden gaan maken. Ja. En wat we nu gaan laten zien is echt laag voor laag hoe we dat opbouwen. In eerste instantie in MIDI. Wat is MIDI? MIDI betekent eigenlijk dat je in je voorbereiding, oftewel je pre-productie, alle instrumenten met de computer gaat inspelen. Dat is heel belangrijk voor ons om een beeld te krijgen van wat de mogelijkheden zijn, maar vooral ook voor de klant om te weten hoe het gaat klinken uiteindelijk als we alles met echte instrumenten gaan opnemen, wat we bij deze productie gaan doen. Wat ik heb gedaan bij deze, we wisten al dat er een logo was van Radio Rijnmond. Ja, da, 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 da. Precies, dat ik vind dat je dat logo enorm goed, ja, goed kan zingen. En precies dat logo moesten we ook blijven gebruiken. Daar heb ik uiteindelijk een soort jazzy pianobegeleiding in swing, hè? In swing bijgemaakt. Met in mijn achterhoofd dat ik wist dat dat zou vertaald gaan worden naar een big band arrangement. Ja. Die piano klinkt ongeveer zo. En daar zit dan een hele melodie overheen in mijn hoofd. Wat we nu horen is de klik en de basispartij piano. Precies. Van de big band. Ja, die ziet er dan zo uit. Dus zo heb ik dat gespeeld. Pianopartij staat nu. Mm-hmm. Nu hebben we de bas toegevoegd. Precies, dat is contrabas, nee. Dat klinkt nu nog als een contrabas. En ook dat heb ik gewoon op een toetsenbord ingespeeld. En dat klinkt ongeveer zo. Kun je die bas keer solo? Ja. Dus heb ik echt in mijn hoofd, heb ik echt zo'n gast die dan zegt zo, ja, ja, zo speelt, heb ik me dat proberen voor te stellen. We hebben de piano, we hebben de bas, ja, nu de drums. Ik zie ook dat we loops gebruiken en we hebben een virtual instrument van het drumstel. Kun je exact dat laten zien? Ja, zeker. Ik heb een combinatie gemaakt van het MIDI inspelen van drums. Dat is het eerste spoor. Ik zal even laten zien hoe dat eruit ziet. Dat is echt een compleet drumkit. En als ik die solo laat horen. Nou, en dat heb ik op een gegeven moment gecombineerd met allemaal loops. Die klinken ongeveer zo. Waardoor het nog wat jazzier, ja, ja, wordt. Rush drums van weer. Precies. En ja, dat is behoorlijk lastig om dat na te bootsen. Maar ik wist natuurlijk ook al van, dat gaan we uiteindelijk gaan we ook echt doen. Met een echte instrumentalist overdoen. Als je deze drie dingen nu drums, bas en piano hoort, dan krijgen we al een beetje gevoel met wat het wordt. Dan heb je echt al het gevoel alsof je in een oude mannenclub zit. Ik zal even de klik uitzetten. En op deze manier hebben we eigenlijk al best wel een behoorlijk goede basis. Ja. Om dan de uiteindelijke big band blazensectie op te programmeren. Kijk, de blazers heb ik hier bewust uitgesplitst alvast over verschillende kanalen. Zodat het later voor de arrangeur makkelijker is om uit te zoeken wat er precies is gebeurd. Als ik bijvoorbeeld de eerste blazerspartij laat horen, dan hoor je echt nog de main melodie. Ja. En als ik dat dan combineer met de rest van alle blazers, dan klinkt het gecombineerd. Het is allemaal gefaseerd ook ingespeeld. Hè? Ja, precies. Ja. Ik zal even laten zien hoe zo'n plugin eruit ziet. Dat ziet er echt uit als een echte blazersgroep met sax en trompet. Dit kun je ook allemaal nog veranderen en zo. Dus je kunt het behoorlijk overtuigend maken in programming. Nou, en op die manier heb ik de blazers geprogrammeerd. Oké, we zijn nu aan het einde van onze preproductie. We hebben nog wat meer dingen toegevoegd. Gitaar, strijkers. Ja, die zijn in de eindproductie gebleven omdat die zo klein en functioneel aanwezig waren dat we daar niet een hele strijksectie voor hoefden in te huren. En dan klinkt het ongeveer zo. Dus dit is eigenlijk wat we de mock-up noemen, ja, de volledige elektronische versie van, ja, ons arrangement. Precies, we weten nu precies waar we aan toe zijn, alle de lengtes kloppen. En uiteindelijk is deze informatie, die sturen wij naar de arrangeur toe. Ja. En die gaat uiteindelijk zorgen dat het op notenschrift komt en dat het weer leesbaar is voor de speler. Exact, en dan krijgt hij van mij ook een pre-productie mix als audio en een versie zonder blazers, zodat hij daar zelf heel gemakkelijk zijn blazers bij kan schrijven. Dus zo heeft niet alleen de arrangeur een heel goed beeld van hoe deze track gaat klinken, maar ook de klant. Want die, ja, moet natuurlijk ook. We hebben het ook kunnen demoen naar de klant. Ja, exact. Dat is ook heel belangrijk. Nou, de hele pre-productie hebben we. Dan gaan we nu naar de andere studio, onze grote opnameruimte, waar we gaan laten zien hoe we de microfoons klaarzetten en hoe we alle live drums, blazers, zang op gaan nemen. En ook alle techniek die daarbij hoort.